De eiwitten in ons lichaam die uit ons DNA worden gevormd, zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, het metabolisme en de uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen variaties in onze genen hebben, zijn we allemaal genetisch een beetje anders. Dit maakt dat we allemaal op een andere manier kunnen reageren op medicijnen. ABCB1 is bijvoorbeeld een gen dat codeert voor een eiwit dat een transportfunctie heeft en de distributie van sommige medicijnen beïnvloedt. Het is aanwezig in de bloed-hersenbarrière, de barrière die regelt wat er in en uit de hersenen gaat. Het medicijn komt de hersenen binnen, oefent zijn effect uit en ABCB1 is verantwoordelijk voor het transport van het medicijn van de hersenen naar de bloedbaan, zodat het zich niet ophoopt in de hersenen. Als er een mutatie in het ABCB1 gen is die leidt tot een niet-functionele transporter, dan kan het medicijn zich ophopen in de hersenen en dit kan leiden tot ongewenste bijwerkingen. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.